De Huawei Mate 20 Pro en de Huawei Mate 20 zijn de eerste Huawei smartphones met wireless charging. Wireless fast charging-achtig iets, want het gaat met 15 watt. En wij gaan kijken wat de eigen 15 watt draadloze lader van Huawei dan precies doet. Hoe die eruit ziet en wat er in de doos zit. De Huawei Wireless Charger, de snelle lader voor het draadloos laden van je Huawei devices, voor je Mate 20 en je Mate 20 Pro en ongetwijfeld nog heel veel toestellen die komen, die is eindelijk gearriveerd in Nederland. Hij laadt met 15 watt maximaal, hij is licht en portable, okay. En multilayer safety protection. Nou goed, licht en portable is bij dit soort laders al heel snel het geval in multilayer safety protection. Ik heb echt geen flauw idee wat ze mee bedoelen. Ga ik uitzoeken. Dat lees je in de review via de link onderaan de video. Hoe dan ook, wat zit er in dit mooie witte doosje? Uiteraard geen compatibility lijst achterop. Dat heeft ermee te maken dat Huawei ongetwijfeld nu heel veel smartphones gaat lanceren die wireless charging bevatten. De Mate 20 Pro waar ik deze unboxing mee film is de eerste daarvan. Dat is ook waarom ik die niet zo meteen in beeld ga brengen. Maar ik heb toevallig ook de Huawei Mate 20 en die heeft ook wireless charging, dus daar gaan we zo even mee spelen. De charge pad aan de bovenkant helemaal wit zoals verwacht op basis van het plaatje. En het is een soort van siliconen laagje, anti-slip. Ja, dit beweegt gewoon echt helemaal niet met zo'n hoesje. Met zo'n siliconen hoesje, dat jeetje wat een grip jongens. Overigens geen grip zo, hè? Het is alleen maar een horizontale grip op het moment dat ze op elkaar liggen. En dat is fijn, want dat betekent dat hij niet heel makkelijk ervan afglijdt. En dit is dus where the magic happens. Dit is de charging pad. QI compatible ga ik vanuit. Geen idee eigenlijk. Daar kom ik in de review ook al op terug. Maximale output is dus 15 watt. Voor de rest geen bijzondere dingen. Ook siliconen randje hier aan de onderkant. Om te zorgen dat hij, nou goed, dat gaat iets makkelijker. Maar dat hij in ieder geval veel grip heeft op wat voor een ondergrond dan ook. In dit doosje zit... Want je hebt natuurlijk nog net iets meer nodig dan alleen maar die pad. We hebben hier een USB-C laadkabel. De bekende paarse. Jawel, de bekende paarse plug zit erop. Het is mooi dat die USB-C gebruikt, want je kunt in principe dus gewoon je standaard kabel gebruiken. Dit is dezelfde kabel die je meegeleverd krijgt met de Mate 20 en de Mate 20 Pro toestellen. En je ziet gewoon dat het keurig een inkeping is, dus... Je hebt gewoon een extra lader, handig. Of in ieder geval extra kabel. Een extra lader hebt, dan moet er nog even achter gaan komen. Want zit er dan ook een supercharge lader in het doosje? Nou, we hebben hier in ieder geval nog wat documentatie, dus we houden het nog even spannend. Heel veel documentatie. Het suggereert ook dat deze verpakking een Global Launch editie is. Want ja, ze doen gewoon heel veel taal in één boekje. En zo'n dik boekje krijg je niet bij een smartphone, laat ik het zo zeggen. Of in ieder geval niet zoals wij die zien. Verder nog. Ja, en dat is een jammer. Want ze bevelen zelf aan een echte supercharger adapter te gebruiken. En het is niet zo. Hij had erbij ingekund, maar die kreeg je toch niet meegeleverd. Dus het feit dat op de verpakking staat dat je die er nog bij nodig hebt, dat is dan helemaal geloofwaardig. We hebben hier dus de Mate 20 Pro en ik ga eventjes in die verpakking de charger eruit halen. En dan trek ik hier even een stekker uit het stopcontact, zodat we die mooi kunnen aansluiten. Die Mate 20 Pro is al, die Mate 20 die heb ik net uitgepakt, dus is echt helemaal maagdelijk. Dus ik hoop dat we wel een laadanimatie gaan zien. Je zou verwachten dat hij in ieder geval iets doet. Ook even een power-up doen bij het toestel. Misschien moet het toestel wel aanstaan, maar heeft hij minimaal stroompje nodig om te accepteren dat hij op zo'n wireless charger ligt. Ik kan het me bijna niet voorstellen hoor. Huawei! Nou, hij detecteert hem niet. Zou ik iets helemaal fout doen?
Of zou er toch geen wireless charger in de Mate 20 zitten? Kan natuurlijk ook. Ik heb het snel even gegoogeld voordat ik dit ging opnemen. Heeft dat ding het? En er werd over gesproken in een paar artikelen dat hij wireless charging heeft. Maar ik begin nu ernstig te twijfelen aan de Mate 20. We gaan heel even de Mate 20 Pro proberen terwijl die aan het filmen is. Ja! Meteen. Ik zie meteen melding op het scherm dat hij het ondersteunt. Nog een keer. En waarschijnlijk horen jullie ook gewoon een trilling over de speaker. Dus die Mate 20 Pro, die ziet hij meteen. Ik denk dat die Mate 20 gewoon geen wireless charger en charging heeft. Ik weet vrijwel zeker nu. Oké, weet ik dat ook meteen voor de review van dat toestel. Al was ik daar waarschijnlijk toch wel achter gekomen omdat ik de speclist dan ook nog even een keertje goed doorneem. Hoe dan ook, de wireless charger van Huawei. Ik ga er even druk mee spelen de komende dagen. En ja, ik ben heel benieuwd naar hoe snel die laadtijden daadwerkelijk zijn. Wil je dan meer weten over je wireless charger van Huawei? Check even de link onderaan de video. Die brengt je naar de review op gadgetgear.nl. En daar lees je echt alle specificaties. Maar hoe dan ook, ja, ik denk dit kan eigenlijk niet misgaan. Laten we wel zijn. Wat kun je nou misdoen aan een wireless charger die snel is? Ik weet het niet. Check de link onderaan de video. En dan vermoed ik dat hij gewoon een dikke 5 sterren goud heeft verdiend. Ciao! Wil je dus meer weten over de kwaliteit en de compatibiliteit van die Huawei wireless charger? Check dan even de link onderaan de video.